Daar komt de Red Band met topklasse muzikanten als de Red Band Sleutels, de Boerderijtjes, de Griotten en Topdrop, de vaandeldrager van Red Band. Orkest van topklasse. Het is pas lekker als een Red Band opstaat. Rien Poortvliet, de bekende tekenaar en dierenliefhebber, gaf de tekeningen van 6 van zijn lievelingsdieren cadeau. Royco brengt ze op 6 mokken van Beiers Porselein. Bestel deze unieke mokken en steun samen met Rien het Wereld Natuurfonds. Haal een folder bij uw winkelier. Even een vlekje wegwerken. Waarschijnlijk de meest nauwkeurige klok die u kunt kopen. De Philips kwartsklok wijkt per jaar minder dan 60 seconden af. En zo heeft Philips een standaard vol precisieklokken en wekkers. Let erop in de winkel. Laat er nou ook een Robijn fijnwasmiddel zijn. Voor hand en machine. Veilig. Zacht. Voordelig. Nou, nog makkelijk uitspoelbaar ook. En aangezien ik er een hekel aan heb ergens een cent te veel voor te betalen, is Robijn fijnwasmiddel voortaan mijn fijnwasmiddel. Ja, wat zou ik dan nog meer betalen? Ja, ik ben me daar een haartje betoeterd. U kunt uw wastafel natuurlijk met een schuurpoeder schoonmaken. Maar dan kan er dit gebeuren. Krassen. Gebruik daarom Jif. Jif reinigt beter zonder krassen. Jif, zacht voor porselein. Spierpijn kun je op alle mogelijke manieren oplopen. Sport, een verkeerde beweging, ongewoon werk, een ongelukje of een flinke kou. Er is gelukkig een manier om er snel weer van af te komen. Algesal. Dankzij de weldadige werking van Algesal voelt u de pijn al vlug weer verdwijnen. Bij spierpijn dus altijd Algesal. Nieuw, 20 superslagers, 20 superstars met Heino. Vicky Leandros. Jürgen Markus. Tony Marshall. Maar ook Conny Probeus, Udo Jürgens, Reinhard Maai, Rex Gildo, Gitti en Erika. Heidi. En Peter Maffay. Du allein kannst mich verstehen. 20 superslagers, 20 superstars. Nu samen op deze geweldige LP. Goedenavond, dames en heren. De regering zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, wil de provincie Zuid-Holland meewerken aan de vestiging van een op- en overslagplaats voor vloeibaar aardgas op de Maasvlakte. Dit staat in een brief van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan minister Tuinman van Verkeer en Waterstaat. GS willen dat de grootst mogelijke aandacht wordt besteed aan de veiligheid. Het binnenvaren van de gastankers moet zonder risico's zijn en de haven van Rotterdam moet worden uitgerust met de modernste middelen op het gebied van de scheepvaartbegeleiding. Als de zogeheten LNG-terminal op de Maasvlakte komt, mag daar niet ook een kerncentrale worden gebouwd, vinden GS. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben ook een plan opgesteld om een polder bij de gemeente Maasland, ten noorden van Rotterdam, te laten onderlopen om er een watersportgebied van te maken. Het gaat om de 80 hectare omvattende Foppenpolder, die nu nog een agrarische bestemming heeft. Maasland zou niet onwelwillend staan tegenover het plan van GS. Maar voordat de polder onder water wordt gezet, zal het provinciebestuur akkoord moeten gaan met een aantal voorwaarden. Die zullen binnenkort door de Maaslandse gemeenteraad worden opgesteld. Brazilië heeft vandaag de export van koffie beperkt. Deze maatregel is het gevolg van vorstschade aan een groot deel van de koffiestruiken in de Braziliaanse staat Paraná. Het gaat hier om schade aan te verwachten oogst voor het seizoen 1979-1980... De oogst van dit seizoen is al binnengehaald.
De Londense koffiemarkt heeft vandaag onmiddellijk gereageerd op de berichten uit Brazilië. De prijs per ton is enigszins gestegen, maar bereikte op geen stukken na het record van 1975, toen de vorst de Braziliaanse koffie-export in gevaar bracht. Onze correspondent in Rio de Janeiro tekent hierbij aan dat men daar nog geen volledig beeld heeft van de huidige schade. De Iraanse pers heeft een verbod gekregen om verder verslag uit te brengen over onlusten in het land. De autoriteiten zouden daarmee een dreigende paniek onder de bevolking willen voorkomen. De mensen in veel steden zijn al begonnen met hamsteren, waardoor de prijzen van levensmiddelen snel stijgen. Bij onlusten afgelopen week in vooral de steden Isfahan en Shiraz zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. De autoriteiten hebben vandaag bekendgemaakt dat de aanstichters van de onlusten allen zijn gearresteerd en voor militaire rechtbanken zijn verschenen. De rellen zijn voortgekomen uit onvrede van fanatieke moslims met de moderniseringsplannen van de Shah. In Hanoi is het overleg tussen China en Vietnam na een week afgebroken zonder aanwijzing of het kan worden hervat. Het overleg ging over de uittocht van 160.000 Chinezen die in Vietnam wonen. China zegt dat ze uit Vietnam verdreven worden, terwijl volgens Vietnam de uittocht op touw is gezet door Chinese agenten. Ook tijdens het nu afgebroken overleg in Hanoi heeft men elkaar over en weer de schuld gegeven. Het nieuwsoverzicht van vandaag. De Postgiro en de Amsterdamse gemeentegiro hebben overeenstemming bereikt over een volledige fusie. De gemeentegiro krijgt daarvoor 300 à 400 miljoen uitbetaald en zal voorlopig haar eigen karakter kunnen behouden. De dollar begon vanmorgen lager dan ooit op de Europese geldmarkten, maar herstelde zich daarna enigszins. De slotkoers in Amsterdam was 1 gulden en 10 cent, 1 cent lager dan gisteren. In veel psychiatrische ziekenhuizen in ons land is de huisvesting van de 60.000 patiënten onaanvaardbaar. Dat heeft de hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, mevrouw Verhagen, geschreven in haar jaarverslag over 1976. De situatie is nu nog even slecht als toen. Aan mevrouw Verhagen de vraag wat haar uitspraak van onaanvaardbaar inhoudt. Het houdt in dat de bouw van die paviljoenen zo verouderd is. Maar dat niet alleen, ook de ruimte, de sanitaire voorzieningen, absoluut verouderd, dat helemaal geen nieuwbouw, mensen in dat deel van het paviljoen meer plaats kan vinden, het niet meer hersteld kan worden, dus echt afgebroken moet worden. Volgens de voorzitter van de werkgevers in de bouw, de heer Van Eikelenburg, moeten aannemers met zwartwerkers veel zwaarder beboet worden dan tot nu toe. Desnoods met 200.000 gulden. Volgende maand krijgen bonafide bouwvakkers een pasje om het opsporingsambtenaren makkelijker te maken zwartwerkers op te sporen. Bouwvoorzitter Van Eikelenburg. Alle heil komt natuurlijk niet van die pasjes. Het moet gewoon ingegeven worden dat malafiditeit zowel bij werknemers als bij werkgevers moet worden afgestraft. In Johannesburg in Zuid-Afrika zijn vanmorgen aanslagen gepleegd op de woningen van twee bekende tegenstanders van de apartheidspolitiek. Dominee Beyers Naudé en mevrouw Helen Joseph, beiden bleven ongedeerd. Er werden molotovcocktails gegooid naar de woning van Beyers Naudé en bij mevrouw Joseph werden door de ramen geschoten. De daders zijn ontkomen. Naar men vermoedt behoren ze tot een extreemrechtse blanke organisatie die meer aanslagen zou hebben gepleegd op tegenstanders van de apartheid. Dan nog de weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Wisselend bewolkt met plaatselijk een regen- of onweersbui. Matige aan de kust af en toe krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Minimum temperaturen omstreeks 13 graden, maxima circa 20 graden. De vooruitzichten voor donderdag en vrijdag overwegen droog met flinke zonnige perioden. Middagtemperaturen van 19 tot 24 graden. Goedenavond.